Meester Vermassen, ja, we komen u vandaag tegen op een persvoorstelling van Assise. Ja, een kolfje naar uw hand, enerzijds. En anderzijds ook nog eens het geschikte moment om eens goed tegen de schenen te schoppen van de hedendaagse minister van Justitie, die eigenlijk wel een karaktermoord op Assise heeft gedaan. Hè? Ja, het is juist. Ja, het is mijn biotoop. Ik waardeer de minister zeer, maar niet op dit vlak. Hij heeft zich te veel laten beïnvloeden door mensen van het Openbaar Ministerie en door hoge magistraten die omwille van de tijdswinst en omwille van het geld gezegd hebben: laten we Assise inblikken in een korte versie wat onrecht is aan ja, toch de zwaarste misdrijven, moord, en die we dan afhaspelen op één dagje. Voilà, maandag nu, na dit weekend zal ik in Brussel in het Frans gaan pleiten in een moordzaak, maar die komt voor de correctionele. Die zou normaal moeten een week duren en die duurt nu één dag, een dag en een half en het is gedaan. En dus dat vind ik erg dat dat teloor is gegaan, mijn biotoop van onder mijn voeten geschopt. En ik hoop, en de minister is daarover aan het nadenken, dat er een, men noemt dat de light versie, maar dat er opnieuw een, zij het beperkte jury zou komen en dat men tenminste de tijd zou gunnen, bijvoorbeeld aan de slachtoffers, om ook een verklaring af te leggen. Terwijl nu krijgen ze op het einde het woord voor 2 minuutjes. Dus ik vind die biotoop moet in ere hersteld worden. Ik vind dat zeer belangrijk. En als ik dan een kans krijg om daaraan mee te werken, ook al is het in de vorm van een toneelstuk, doe ik dat. Omdat via zo'n toneelstuk eigenlijk het systeem weer bekend wordt bij het grote publiek. En dat de mensen dus nadenken over de waarde daarvan, zeker in dit stuk waar ze betrokken zijn, want zij zijn de jury, en op die manier ook die verantwoordelijkheid aanvoelen, maar misschien ook zullen op het einde het gevoel hebben van ja, we missen dat toch, laten we die procedure terugbrengen. Wat ik eigenlijk ook geleerd heb van Assise, is dat het voor de slachtoffers een grotere vorm van loutering is en een begin van het ja, afsluitend rouwproces, terwijl dat in andere rechtspraken minder het geval is. Ja, dat is juist. Als je natuurlijk een factuur hebt die niet betaald is, gaat je naar de rechtbank, maar dan moet je daar geen speech houden van een kwartier om je ellende te uiten over mijn factuur is niet betaald. Dat is wel wat anders als je partner, je kind, je vader vermoord is en dat je daar dus mee zit. Want eigenlijk is het juridisch proces een kantelmoment. Dat is een sleutelmoment. Dat betekent dat in de aanloop naar het proces alle betrokkenen, dat zijn de slachtoffers, maar dat is ook de beschuldigde of beschuldigden, dat zij in een strijdsfase zitten van ja, de beschuldigde van ga ik een zware straf krijgen of ga ik vrijgesproken kunnen worden? De slachtoffers van ja, gaat men het weer niet ontkennen? Gaat men het slachtoffer geen 2 keer vermoorden door het slijk te sleuren? En zo meer, dat is een strijdfase. Men is bang voor het proces en dan komt er het proces, het uur van de waarheid. Nu moet ik zeggen, de laatste tijd is het in die zin onbevredigend dat vele daders de waarheid niet willen zeggen en dus eigenlijk zeggen, u heeft er geen zaken mee. Want waar zit de slachtoffer op te wachten? Van wat is er gebeurd? Heeft mijn familielid of mijn gezel, heeft die nog veel geleden? Dat willen zij weten. En zij willen ook uiting geven aan hun verdriet. En als dat kan, en zij worden daar gehoord door het publiek, vertegenwoordigd door die juryleden, dan is dat een begin van verwerking. En dan komt de loutering er vanaf het proces, gaan die mensen de herstelfase in. En dat is heel belangrijk. Ja, u bent ook de man geweest die het ja, plastische bijna in Assise heeft gebracht. Hè? Door echt te vertellen hoe de laatste minuten moeten geweest zijn. Zowel de denkfase van ik ga hier doodgaan, als ja, het lichamelijke afzien bijna. Ja, dat is juist. Omdat een goede, vind ik, een goede strafpleiter moet zeer empathisch zijn. En empathie betekent dat je je inleeft in de persoon over wie het gaat. Ik heb onlangs een wedersamenstelling gehad van een viervoudige moord. Ik ben daar 2 nachten van wakker geworden, want dit had ik nog nooit meegemaakt. En die man vertelt wat hij gedaan heeft met die slachtoffers. Wel, als dat proces er komt, hij heeft het zelf verteld, hè, dan zal ik wat die mensen hebben meegemaakt vertolken. En dat is dan geen toneelstuk, dat is gewoon proberen weergeven wat moet er in die mensen zijn omgegaan die laatste ogenblikken. Ik heb gisteren een uitspraak in beroep nu, want het is ook een correctionele, een moord, waar een oudere dame vermoord wordt door haar gewezen partner. Hij heeft er nu nog 3 jaar bij gekregen, hoewel hij bijna 70 jaar is. Maar ik denk dat hij het verdient. En waarom? Een gebuur die is getuige en die hoort op een bepaald moment dat de poort gaat weer dicht. Hij staat met het geweer voor de dame om ze dood te schieten. En wat zegt hij? Dat had je niet gedacht. Hè. Wel, dan redeneer ik. Wat moet dat vrouwke gedacht hebben op dat moment? Als uw
partner die u nog binnenlokt om nog een keer zijn facturen in orde te brengen, op die manier u eigenlijk het laatste moment van uw leven op dat moment gaat zeggen, dat had je niet gedacht. Wel, dan redeneer ik daarover en dan tracht ik weer te geven wat die mensen hebben meegemaakt, in de hoop dat het ook juist is, maar dat probeer ik wel. Ik onthoud, het is voor une fois een vrai coup de théâtre. Ja. Ik zeg altijd, wij spelen geen toneel, maar er zijn contactpunten, die zijn er uiteraard. En dat is ook niet slecht, maar ja, wij vertolken iets. Wij zijn de tolken van onze cliënten, in vele gevallen het slachtoffer. Wij verwoorden iets, wij brengen onder woorden wat die cliënt niet gezegd krijgt. En dat moet goed gebracht worden, dan komt het over. En dan hebben uw cliënten daar ook veel aan. En dat is belangrijk. En dat mag nu in het toneel eens zijn, voor één keer. Het toneel zal misschien ook meer begrip voor racisme tot stand brengen. En dat is mijn diepe hoop. Tot slot, zou u ooit rechter willen zijn? Ik ben bijna 30 jaar rechter geweest. In die zin dat ik plaatsvervangend rechter was in Aalst, politierechter. En dat ik daar ook regelmatig gezeteld heb. En daar gevoeld heb hoe een belangrijke taak dat is. Hoe een grote verantwoordelijkheid de rechter heeft om te oordelen. En hoe ik dan telkens nadat ik gezeteld had, dacht, tja, onze rol is te groot. Want soms denk je na jaren pleiten in dit gebouw en in andere gebouwen, denk je, ja, heeft dat wel effect? Al dat gepleit dat wij doen. En wel, als je zelfs rechter bent, weet je, ja, inderdaad, dat kan een zaak doen kantelen. En in die zin ben ik blij dat ik ook rechter geweest ben. Maar ik vind het een behoorlijk moeilijke taak om een eerlijk, correct rechter te zijn en te blijven. Dus de woorden in eer en geweten zijn zeker geen loze woorden? Ja, dat is heel juist. De eer is de kwestie van, ik laat mijn jongkopen niet beïnvloeden op negatieve manier. En het geweten, dat is de kern van de zaak.